al die sappen van de fruit, water en zin in de crème doen. Oké. Blauwe blijven. En dan, ik had het over kruiden of je fruit te komen. Ik kan het best hier een beetje kruiden. En dan gaan we gewoon fijn snijden. En dat gaat weer zo die. Wauw. Als je alles samen zo. Ja, voor hetzelfde touch. Voilà. Dan gaan we een simpel weer op. Maar dat zou ook met mango's kunnen, peren, kiwi, perziken, nectarines, alles. Maar kijk, straks als dat gaat gebakken zijn, zal dat ook zakken, omdat die zacht zijn geworden. Dus aanduwen en dan gaat dat weer in. 20 minuten. 190 graden en en omdat ik zo'n mooie exotische dame naast mij staan, gaan we ook een exotische poulie maken. En hoe kun je exotischer gaan dan met papaya, gember, appelsien, heel gezond, kokosmelk en dan een beetje appelsiensap. Heel makkelijk, alles in de blender. Eetlepels kokosroom, 1 appelsien, schil eraf, in stukjes gesneden, sap van appelsien, helemaal om ze even de nemo te helpen, zo ongeveer 2 centimeter perfect. Hij is al klaar, we gaan een keer gaan. Oh, alles mooi gezakt. Het klinkt mooi. De appeltjes zijn mooi te pakken. De besjes zijn schoon zacht. Wow. En zo al hun sap naar die tijd met de appeltjes. Wow. We want apple crumble. Exotic crumble in the jungle. Kom, we gaan het doen. Oké, de exotische. Oh, smakelijk. Wat een geweldige ding. Ja, ze zijn allemaal heerlijk. Fantastische smaken ook. Zie je wat ik wil met die krabbel? Is niet zo. Ja, dus al die sappen en die smaak. Ja. Lekker? Ja, lekker. En afsluiten, want we hebben een graag wijn. We hebben een zoetwijntje, een topper uit chili. Die is geoogst in de nazomer. Die zeggen dat al die druifjes extra geconcentreerd zijn. Heel weinig sap komt daar nog uit. Maar ik zal het eruit doen. Dat is heel veel sap. Dat is goed, hè? Je ruikt zo'n zijntjes, hè? Ik wil een zichtwijntje,
Fries. Ik hou daar wel van. Ja, speciaal. Kijk, mooi. De zetten. Ja, ja, ja. Dat is ook. Ik heb het ook niet gedaan. Ja, ja. Ja, mooi. Mooie koffie. Thank you.